Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik weer eens een opruimvideo. Er kwamen veel vragen naar van kunnen we weer een aflevering krijgen waarin ik laadjes ga uitzoeken en opruimen en indelen. Want ik ben mijn kast aan het herindelen. Ik heb de laatste tijd heel veel gereisd. Ik ben nog steeds veel aan het reizen en dat kan je ook zien door mijn make-up tasje hier. Mijn reis make-up tasje is het enige wat ik dan meeneem. Maar ondertussen is dit nog steeds gaande. En ik heb er zin om lekker veel te gaan opruimen. Dus dat ga ik nu doen. En kijk mee naar de onderste laadjes die we gaan doen. De laatste die wij hebben gedaan is poeder. En wat ik nu wil doen is contour, blush, bronzer, highlighter. En dat is misschien heel veel, maar het ligt ook maar allemaal door elkaar. Dus het is wel handig om dat nu allemaal in één klap te doen. Dus laten we het snel gaan uitzoeken. 4 laadjes. Woep, woep. Oké, ik trek alle blushes, bronzers, contours die ik tegenkom eruit. Zoals je ziet is hier alweer een verzameling ontstaan. Highlighters, poeder. Dit moet ook ergens anders heen. Alles wat ik tegenkom waarvan ik denk, hey, dit kan daarheen, haal ik eruit. Dit is blush volgens mij. Ja. En de rest moet ik even verdelen nog. Hier zit niks in. Oeh, ja, hier zijn vooral blushes. Dus die ga ik even uithalen. Dit is grappig, dit zijn 2 collectors dingen van MAC. Kijk, die heb ik echt al zo lang. En het spiegeltje van Hello Kitty. En die gaan uiteraard gewoon weer mee. Al ergens achterin, als verzamelobject. En dit is vooral highlighter en bronzer. Oh, het is echt heel veel. Maar ik leg mijn hele beauty tafel vol. Dan gaan we daar gewoon ter plekke uitzoeken. Alles mee door elkaar. En dan vullen we dat zo in die laadjes. Hier ligt ook overal en nergens wat tussen. Dit zijn vooral, ja, gewoon paletten, ook oogschaduw en zo, maar. Zo. OMG, wat ontzettend veel. Oh, dit zijn allemaal blushes, bronzers, contour, highlighters. En ik ga het nu allemaal uitzoeken. Oh, ik vergeet deze. Hier zit ook nog van alles in natuurlijk. Moet er ook nog bij. Oh, wat erg. Ik heb hier denk ik echt het meeste van. Even kijken hoor. Zo, oh ja. Oh ja, dit hebben we ook allemaal nog. Dan moet ik het laten. Nee, ik ga het door elkaar doen. Ik wil gewoon. Zo, dit is alles. We gaan het allemaal uitzoeken. Stuk voor stuk even bekijken. En ik denk dat het handigst is als ik hier gewoon ga zitten en alles stuk voor stuk optil en laat zien. En zeggen of ik het wil houden of niet. Zoals ik weet bijvoorbeeld dat ik sowieso die Glow Kits allemaal wil houden. Deze. De 3 Anastasia Glow Kits. Dus die doe ik gelijk in het juiste laadje. Dit zijn trouwens de 4 grote lades. En wat ik ga doen is contour, bronzer, blush, highlighter. Dus ik stop ze daarin en straks gaan we nog even netjes maken. Nou, ik begin met wat dingen die ik sowieso wil houden. Mijn nieuwe NARS bronzer, Hoola bronzer en Hoola Light. Moet ik even gelijk goed doen, want anders gaat het mis. Bronzer tweede laadje, zo. Als ik dit dan zie, dan weet ik het ook wel als ik dit erin zie zitten. Dan contour. Deze sowieso, de contour kit. Voor contour heb ik niet zoveel producten. Zo. Ik leg hier even een doos waar ik dingen in ga doen die ik weg wil geven. Deze bronzer is mooi, wil ik houden. Nou, blush. Ja, NYC, super blush. Oh, dat doosje valt echt uit elkaar, maar gaat erin. Givenchy bronzer, love it. Ik vind het lastig om nu al te beslissen wat ik ga pakken. Nou, ik doe maar wat. Mua, dit vind ik echt een raar kitje. Dit is een soort van matte highlighter kitje. Deze ga ik weggeven. Oké, ik zit nu heel erg te twijfelen met wat ik ga pakken. Want dan denk ik, oh nee, want ik weet niet of ik het weg wil doen. Nee, ik moet gewoon niet nadenken pakken en dan moet ik beslissen op dat moment. Oké, zoals bijvoorbeeld deze Maui Cream Blush van Weeby Brown. Die wil ik houden.
de Becca Champagne Pop Highlighter uiteraard houden. NARS Albatros, echt mijn favoriete highlighter van het moment, houden. NYC Blush, houden. Deze highlight van MAC, oh, love it. Milani Luminous Blush. Ondanks dat ik hem lang niet meer heb gebruikt, vind ik hem echt zo mooi. Ik heb al een hele blush. Enige blush die ik ooit heb opgemaakt is deze. Oude verpakking wel, maar ja, love it. Guerlain Meteor Rich vind ik echt een heel mooi product. Even heel goed nadenken of ik dit wel genoeg gebruik. Kijk nou hoe mooi. Dit is dus een highlighter en het ruikt echt super lekker. Maar ik vind dat ik dit misschien... Ik weet niet. Ik gebruik hem wel, maar echt alleen met kersen en zo. Ik moet dit meer gebruiken. Ik moet met mezelf afspreken dat ik dit meer gebruik. Het is ook meer een soort van gezichts... Weet je wat? Ik ga het bij de poeder zetten. Oké, wat is dit? Dior Blush. Oeh, dit is Rose Darling. Ja, die wil ik houden. Ik vind het wel heel lastig bij Dior Blushes dat je niet bij alle Dior producten in de doosjes niet ziet wat het is, welke kleur, whatsoever. En dan pak je hem minder vaak, terwijl het zo mooi is. Deze warme blush van Sasa ga ik weggeven. Ik doe hem echt nooit op. Dan denk ik dat het serieus tijd is om NYX Angel te gaan weggooien. Ik heb deze al zo lang. Kijk hoeveel pen ik erin heb geraakt. Ik hoorde laatst dat Angel helemaal niet meer gemaakt wordt. Dit was echt een grote favoriet vroeger. Maar ik heb deze denk ik al 8 jaar of zo. En dit is echt niet meer goed hoor. Ik ga deze weggooien. I love you Angel. Bye bye. Dan heb ik weer zo'n Guerlain Meteorites poeder. Ja, het is. Altijd zeg ik tegen mezelf, gebruik ze nou. En dan pak ik ze echt nooit. Maar het is zo ontzettend mooi. Het ruikt zo lekker. Het is zo chic. Eigenlijk is dit meer een soort van lichaamsshine. Poeder. Dus ik zet hem bij de highlighters, maar ik moet dit echt voor mijn lichaam gebruiken. Ik wil het gewoon niet wegdoen. Ik vind het te mooi ook. Wat is dit? Dior Nude Glow Healthy Glow Summer Powder. Oh ja, deze bronzer. Oh, ik heb een aantal Dior bronzers en die zijn zo ontzettend mooi. Oh, dit is er een van. Wauw. Ik heb dit met zoveel liefde gebruikt. Ik wil het gewoon niet wegdoen. Ik heb er echt een probleem mee. Weet je wat? Ik leg deze heel veel opzij. Want ik heb er een paar die hierop lijken. Wacht. Ik ga deze even openleggen zo. Gewoon dat het niet zo meteen gaan vergelijken. En niet vergeten. Oké, die. Wat hebben we hier? Oh ja, mijn nieuwe Bobbi Brown blush. Die wil ik houden. Die is heel mooi. Dan hebben we hier MAC. In Sweet Sentiments. Ja, houden. Ja, mooi. Zullen we het iets meer close-up doen? Ja. Even kijken. Oeh, mijn twee... Twee Jeffree Star highlighters sowieso houden. Ik vind ze echt prachtig. Dan heb ik hier... waar is die ander? Want er zijn twee die lijken heel erg op elkaar. Dit is Healthy Glow Powder in 2. Oeh! Oh, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Dit is echt gloednieuw. Ik heb dit nog nooit gebruikt. Oh, dit is hoe de onderkant van poeder eruit ziet. Of bronzer. Kijk. Dit is letterlijk het product, hè. Oh. Snel terugstoppen. Alsof er niks is gebeurd. Hier. Hij zit echt los. Dat is echt raar. Hier weer twee bronzers. Ja, het voelt alsof deze... voor mij te licht is. Het lijkt meer een huidskleur poeder. Terwijl dit is echt een bronzy color. Hier, dit is voor mij perfecte bronzer. Niet te donker, niet te licht. Ik denk dat ik de lichte weggegeven, want dit is geen bronzer voor mij. Hij zit los, hoe vaag is dat? Oké, deze ga ik weggeven, voorzichtig. Dan heb ik hier... Oh, deze is zo mooi van Dior. Dit komt uit de kerstcollectie. Van 3 jaar terug geloof ik. Rose Sublime. En die wil ik definitief houden. Maar ik moet hem wel echt vaker gebruiken. Ik heb best wel een tijdje niet meer gebruikt. Dan heb ik mijn Yves Saint Laurent Contour. Oh nee, dit is niet de contour. Oeps. Felle blush. Vind ik heel erg mooi. Wil ik houden. Valt het jullie op dat ik echt niks kan loslaten hier? Maar ik vind het gewoon echt mijn favoriete categorie ongeveer. Deze blush, die vind ik... Op reis had het heel fijn, want het zo klein is. Deze had inderdaad een kwastje die ik nooit gebruik. Ja, wat is dit? Wat is dat klepje? Wat is dat? Oké. Grappig. Ik ga deze weg doen. Ik gebruik hem nooit meer. Ik geef hem wel weg.
Deze Primark blush die kocht ik laatst voor een tutorial. Een beetje een aparte kleur. Niet helemaal mijn type blush wat ik normaal gebruik. Ik ben toch meer van het iets feller. Dus ik geef deze weg. Dan heb ik hier twee kitjes met contour, bronze, blush en zo. En die neem ik dus vaak mee op reis. Maar ik wil kijken of ik iets los kan doen voor reisdingetjes. Dus ik hou deze even apart. NYX blush in Foreplay. Super mooi. Super pretty, mooi doosje ook. Zo. Ja, houden. Deze blush Puff the Cheeks die ik in Hongkong kocht. Dat vind ik heel mooi. Ja, die wil ik houden. Ik schuif even meer deze kant op. Oké, dan hebben we deze Dior Loose Powder in Gold Dust. Dit is zo mooi. Dit is een soort van albatros in losse poeders. Die hou ik als highlighter. Dan Urban Decay Beached Bronzer houden. Soms heb ik blanco mapjes en weet ik niet waar het bij hoort. Dus die bewaar ik even. En soms heb ik ook producten zonder. Hier heb ik er weer een. Zonder dit. Maar het is wel handig om te hebben. Want dan heb je geen krasjes op je verpakking. Het is altijd meer een verrassing hè, bij Dior. Welke is dit? Die heb ik nog nooit gebruikt. Dit is Coral Cruise. Koraalkleurige blush. Ja, ik wil hem eigenlijk wel. Ja. Ik vind hem wel heel mooi. Ja. Houden. Houden, houden, houden. Want ik heb niet zoveel. Dat is het. Ik heb niet zoveel warme blushjes meer. Ik heb heel veel warme blushjes weggedaan. Ja, houden. Te mooi, sorry. Ik zat trouwens met deze in mijn hoofd van Hongkong. Die, ik ga hem toch wegdoen. Ik doe hem nooit op. Ik ga hem toch weggeven. Dan heb ik hier. Is dit. Oh, dit is zo mooi. Dit is van Burberry. Kijk deze blush. Zo pretty. Houden. De Estée Lauder. Deze blush ook heel erg mooi. Beautiful, echt een klassieke kleur houden. Dan hebben we deze van MAC. En dit is de Fantastic Powder Strange New World. Ik heb hem nog nooit gebruikt. En hij is volgens mij iets te warm ook voor mijn. Ja, hij is echt te oranje warm voor mij. Nee, die ga ik weggeven. Dan heb ik hier mijn favoriet. Sunkist. Twee keer. Volgens mij heb ik al eentje helemaal opgemaakt. Deze nog niet geopend. Deze een beetje. Die is met twee keer gebruikt. Die wil ik houden. Dit is echt mijn favoriete cheap bronzer. Ik gebruik echt al jaren. Love it. Verpakking is ruk, maar hey, hij is wel heel fijn. Dan, oeh ja. Deze bronzer, die uit vier stukken bestaat van Guerlain. Zo mooi. Houden, sowieso. Dan heb ik hier, oh, highlighter van Burberry. Zo mooi. Zo bij mijn visagieopleiding heb ik heel veel met deze gespeeld. Love it. Ik moet deze echt vaker gaan gebruiken ook. Even kijken. Aha, een bronzer van Dior. Kijk, van deze heb ik dus ook een paar versies. Ik zet hem heel even apart. Dainty, mijn favoriete MAC blush. Dit is altijd mijn aanrader als mensen zeggen, wat moet ik van MAC halen? Ik heb nog niks. Dan zeg ik altijd, haal Dainty blush. Dit is echt zo'n mooie blushkleur. Love it. Deze wil ik sowieso houden. Make-up Studio. Dit is een lookalike van, hoe heet het? Van die van MAC. Soft and Gentle, dat is deze. Dat is echt mijn grote favoriet ook. Kijk dan, ze lijken echt heel erg op elkaar. Vind je niet? Die van MAC wil ik houden. Love it. Ik ga deze wel weg, anders heb ik echt precies hetzelfde. Love MAC. Wet n Wild Pearlescent Pink. Hoeveel jaren is dit al mijn favoriete blush? Volgens mij heb ik hier ook eentje van opgemaakt. Super budgetproof. Heel mooi. Ik ga hem houden, ook al heb ik hem al 1000 jaar. W7 Matte Me Blush. Er is iets raars met deze blush. Ik heb deze echt met heel veel liefde gebruikt. Al best wel lang ook. Elke dag ook. Is een favoriete voorbij gekomen. Maar het lijkt wel alsof naarmate ik hem langer gebruik, dat hij sneller van mijn wang afgaat. Heel gek. Ik weet niet of dat aan de kwaliteit ligt, maar ik ga hem wegdoen. Het is up above. Prachtige kleur, maar hij verdwijnt van mijn gezicht na 30 minuten of zo. Dan Sleek. Oh, ik haat de kleine doosjes van Sleek. Niet allemaal hoor, alleen die kleintjes. Oh, dit is zo'n mooie kleur. Dit is rose gold. Nars orgasm kleurtje is dit. Prachtig. Maar ik. Echt, dit is echt een probleem. Heb ik hier een cream blush van Bobbi Brown in de kleur Calypso Coral. Een cream koraal. Dus ik heb nu twee creams. Die en die andere Bobbi Brown. Het is echt de beste cream blush die je kan hebben van Bobbi Brown. Dan hebben we hier MAC Spring Sheen. Dit is mijn allereerste blush van MAC geweest. Twijfel of deze nog goed is ook hoor. Doe ik nooit op. Zal ik hem wegdoen? Ja, deze is echt oud. Ik doe deze weg.
Het gaat best soepel, toch? Oké, ik denk dat dit weer een bronzer is. Nee, dit is weer een blush. Oh ja, dit is die hele mooie cutesy blush van Dior. Ik gebruik ook veel te weinig. De Coral Bagatelle. Maar ik vind hem veel meer roze dan koraal. Maar die wil ik houden. Jongens, ik moet hier iets op verzinnen. Ik wil hier de kleur laten zien ofzo. Want dit is echt irritant. Deze stick van Kiko. Highlighter stick doe ik weg. Bronzer van Dr. Jitske Ulte. Het is meer een shapy bronze, denk ik. Het is niet helemaal een goede kleur voor mij of zo. Het is... Hier, dit is net als die ene die een beetje huidskleur is meer. Ik denk dat die voor mij niet goed is. Dan hebben we hier Stark Naked. Yes, Stark Naked. Dit komt uit een kerstcollectie. Serieus, ik hou van alle producten die uit kerstcollecties komen. Het is zo mooi. Deze heb ik ook al heel lang. Ik denk dat ik deze weg ga geven. Ja. Ja, deze gaat weg. Dan heb ik hier Dior. En dat is de Nude Air Summer Glow Powder. En dit is ook een glowy poeder, maar dan een lichtere, rozigere. Die andere was wat geler, deze wat rozer. Ook prachtig, mooie highlighter houden. Dan heb ik hier MAC Spellbinder. Heel mooi kleurtje dit. Blush, heel licht. Houden. Dan nog een klein NYX blushje Peach. Die heb ik ook al heel lang, gebruik ik nooit. Nee, dit is al heel oud. Dit gaat weg. MAC Cream Color Base Peony Pavilion. Felle cream kleur. Ja, ik moet iets meer met creams werken. Ik vind het toch wel heel fijn. Vooral in de zomer. Mooi pigment. Houden. Cheek en Lip Glow. Trouwens, dit soort dingen moeten eigenlijk bij de cream contour en zo. En highlighter. Vinden jullie niet? Dat is toch eigenlijk... Misschien moet ik die even lostrekken. Ik heb er niet zo heel veel. Ik denk dat dit het eigenlijk was. Maar dat ik ze daarbij leg. Hier heb ik weer een cream stick blush. Van Flomar. Die vind ik ook wel heel mooi. Het is een roze kleur. Die kocht ik in het buitenland. Ja, die vind ik ook mooi. Weet je wat? Ik ga de creamies eventjes apart houden. En niet bij deze erbij doen in het laadje. Dan moet dit de contour kit zijn. Nee, dit is de bronzer. Yves Saint Laurent heeft hetzelfde als Dior. Het is gewoon onduidelijk. Maar goed, bronzer houden. Ik heb dit doosje van NARS. Narcissus. Die hebben we gekocht in Thailand op het vliegveld. Blushes, highlighter, bronzer. Dit is echt meer een travel kit. Dus ik ga bij de travel dingetjes. Dacht je dat we er bijna waren? Think again. Woe, we zijn op de helft. Ik heb hier, ontdek ik, twee keer dezelfde kit. De Strobe Genius van NYX. Ik wil er eentje houden en eentje geef ik weg. Dus deze hou ik. Dan heb ik ook van NYX dit fantastische blush palet. Echt heel mooi. Goede kleur zit hierin. Die wil ik houden. Is dit hem? Ja, dit is de kit. Ik zie het aan hoeveel ik hem heb gebruikt. Dit is echt een van mijn favoriete everyday contour doosjes van Yves Saint Laurent. Die wil ik sowieso houden. Dan hebben we hier NARS Orgasm. Yep, houden. Deze contourkwast leg ik bij mijn contourproducten, want die kan ik nooit ergens kwijt. En gewoon tussen die producten ligt die het beste. Dan Sleek, nieuw highlighter doosje. Ja, houden. De W7 Hollywood Bronze and Glow. Dit was echt lange tijd mijn grote favoriet, ook met uitgaan en zo. Die wil ik wel houden. Ik twijfel wat met van die duur. Dit is eigenlijk ook meer een travel ding. Hè? Ja, ik ga gewoon, als er meerdere in een doosje zitten, dan maak ik er een travel ding van. Behalve als het echt heel groot is, zoals deze. Dat vind ik dan weer onhandig voor reizen. Dit is meer gewoon, ja. Maar dit heeft dan ook weer bronzer, highlighter, blush. Oh. Zou ik dit ook als... Maar dit is zo groot om mee te reizen. Zwaar en groot. Dit vind ik nou echt geen reiskit. Ja, weet je wat? Ik doe alles waar zeg maar meerdere dingen in zitten, doe ik bij elkaar. Dit wil ik houden, dit wil ik houden. En bijvoorbeeld hier, dit Love Contours All doosje van NYX vind ik fantastisch. Maar er zit ook van alles in, dus beter als reiskit. Die kan ik echt wel tussendoor ook pakken om op te doen. Maar als ik dan op reis ga, kan ik dat, weet je, dan heeft het gewoon één plek. Even kijken, Narcissist Jet Setter Palette. Dit is oogschaduw, lipkleur, blush, bronzer, reiskit. Dan hebben we hier Smashbox blushes. Prachtig. Ga ik houden. Dit is mijn highlighter. Ja, ik heb een hele lichte blush. Highlighter. Dior Blush Cheek Cream. Die ga ik houden bij mijn creamies. Color and Correct. Wat is dit? Groen. Hé, dit hoort meer bij poeder en zo. Dit is echt nog nooit gebruikt. Ik geef deze al weg. Ik gebruik deze nooit. Dan hebben we hier... Oeh, love deze van Sisley. Deze is zo mooi. Een hele mooie blush die wil ik houden.
kijken. Dit is weer zo'n bronzer zeker. Ja, een bronzer van Dior. Mooi. Ja. Weet je wat? Ik zet hem bij de andere bronzers. Colestar. Nou, dat even nooit op. Doe ik weg. Nooit op. Doe ik weg. MAC What I Fancy. Super mooi houden. Kiko Velvet Touch Creamy Stick Blush. Maar dit is niet echt een... Niet mijn type blushkleur. Ja, deze geef ik weg. Oh, ja. Geef ik weg. Goddess of Love Highlighter. Deze is zo, zo mooi. Dit is echt super budgetproof, maar zo pretty. Houden. Mermaid Glow van Primark. Houden sowieso. MAC Duo Cream Blush Highlighter en Poeder Bronzer. Dit is ook een beetje een soort van travel product. Ja, travel. Kiko Blush. Nee, deze gebruik ik nooit. Nog iets van Kiko. Oeh, deze highlighter. Ja, hele mooie highlighter. Deze Stila dubbele highlighter. Die kocht ik in Amerika. En ik gebruik hem serieus nooit. Ik ga hem weggeven. Deze blush stick van Estée Lauder. Zo pretty. Ik ga deze weggeven. Ik heb te veel van dit soort. Ja. Dan hebben we hier Dior blush. Prachtig. Deze is Coral Croisette. Weer coral zie ik. Ik heb iets met roze en koraal. Koraal zit dan vaak toch tegen de roze aan bij Dior. En soms een klein beetje peachy. Maar het is net niet zeg maar oranje warm. Wat mij dus niet staat. Dan gaan we verder. Ik heb hier Set & Reflect Finish Kit. Makeup Academy Highlighter Poeder. Die wil ik houden als travel dingetje. Dan Strobe & Glow Highlighter Kit. Dit is cream met poeder highlighter. Ja, ik heb deze geloof ik één keer gebruikt. Nou, weet je wat? Ik geef deze wel weg. We hebben hier een Dior highlighter. Zo mooi. Ik gebruik deze ook veel te weinig. Dat is het. Als je zoveel mooie dingen hebt. En ja, ik ben gewoon heel erg blij met alle mooie dingen die ik heb. Maar soms denk je gewoon, oh ja, die had ik ook nog. Super luxe probleem. I know, het is niet normaal. Ik word hier daarom ook zo gelukkig van het uit te zoeken. Dan kom ik er allemaal pareltjes tegen. Dus houden. Deze highlight poeder van MAC. Dit is een hele rare poeder die wordt koud als je hem aanbrengt. Hij is heel mooi. Ik wil hem houden. En kijk, ja, er zit ook een niet mega... Nou ja, oké. Nee, weet je wat? Ik ga hem weggeven. Nee, toch besloten weg te doen. Max & More poeder. Weg ermee. Of zal ik hem voor beken gebruiken? Dit is nou echt zo'n cheapy poeder die super handig is om lekker veel mee te beken. Maar ja, ik heb wel veel... Dit is gewoon een poeder trouwens, voor de duidelijkheid. Ik heb wel veel van dit soort poeders. Nee, ik geef deze wel weg. Nieuw doosje van Urban Decay met blush, bronzer en highlighter. Gaat in mijn travel collectie. Of vind ik dit wel erg mooi om nu ook te gebruiken. Ik hou van dit soort doosjes. Weet je wat? Ik noem het nu travel collectie, maar ik bedoel gewoon palettes eigenlijk. Palettes. Dan hebben we hier een bronzer van Dior weer. Gaat bij de andere bronzers. En ik zie hier nog een bronzer. Dit is wat ik bedoel. Ik wil ze maar niet wegdoen, maar ik ga ze nu echt uitzoeken onderling. Dan heb ik hier Hoola vloeibare bronzer voor het gezicht. Dit hoort meer eigenlijk bij foundation en dat soort dingen. Maar die wil ik wel hebben. Hij is heel mooi. Meteorite Bubble van Guerlain. Ik heb er twee van. Hier, ik heb hier nog één. Heel mooi. Het is creamy. Ja, ik ga ze allebei houden. Echt zo'n beetje peachy-achtige lichtroze en een knalkleur. Kiko. Oh, dit is oogschaduw. Ik vind het helemaal niet zo mooi. Hoe is dit wenkbrauw? Nee, dit is oogschaduw. Nee, dit ga ik niet dragen. Deze ga ik weggeven. Dan heb ik hier Guerlain balletjes weer. Once again. Mooie. Hier, deze heb ik vaker gebruikt. Deze is echt al... Voor een deel dat de balletjes ook echt wel lelijk zijn. Omdat ik veel met mijn kwast erin heb gedipt. Houden, want ik vind dit... Deze is mooi cool. Ik gebruik deze overigens over mijn hele gezicht. Dus ik ga het bij de gezichtspoeders doen. Deze MAC poeder. Het is zo cool. Met die bowling kegels. Een bowlingbal. Ik gebruik hem alleen nooit. Ik ga hem weggeven. Een geefpak. Dior. Padampa. Dit is echt de coolste Dior blush ever. Hij is super fel. Dit is zeg maar... Hij is er ook echt maar in één kleur. Dit is de 001 Petal. Super mooi. Ik hou deze uiteraard. Oh, we zijn er bijna, jongens. Oké, dan heb ik hier een MAC Highlighter Bronzer combinatie. Mineralized Skin Finish. Ja, ik weet het niet. Ik pak deze nooit. Hij is me eigenlijk te warm. Ja, hij is me te warm. Ik ga hem weggeven. Dit is oogschaduw voor later. Dit vind ik eigenlijk best een raar product. Gleam Tones Powder Dunes at Dusk.
pak hem nooit. Ook veel te warm eigenlijk. Weggeven. Bobbi Brown, ja. Oh, de shimmer bricks van Bobbi Brown zijn zo ontzettend mooi. Alleen deze is best wel, het is best wel gewoon een extreem glimmende blush. Dus dit is een blush en heb ik er nog geen. Is dat deze? Ja, volgens mij wel. En dat is echt duidelijk een highlighter, deze hier. Dit is echt super highlighter. Dit is echt een zomerproduct. Dit ga ik echt bij de blush leggen en dit is bij de highlighters. Laura Mercier. Oh, deze. Die is van een paar zomers geleden alweer. Heel mooi. Ik pak hem eigenlijk alleen nooit. Ik ga deze weg doen. Ik pak hem nooit. Ik maak er iemand anders blij mee, dus. Dan hebben we hier. Verrassing. Weer een Dior. I love Dior bronzers. Benai Lumiere Luxe Powder. Mooie highlighter. Bij mijn visagieopleiding geleerd om hiermee te werken. Hetzelfde geldt voor deze. Dit is Vanilla van MAC. Die wil ik wel graag houden. Maar het zijn losse poeders. Dus dat is altijd net even iets bijzonder door mee te werken. Maar allebei houden. Dan heb ik ook nog deze gele van Make-up Studio. En dat is eigenlijk een soort van Albatros in losse poedervorm. Dus houden. Maar dit zijn wel echt de pro product om te gebruiken. Trolls. Highlighter. Ja, het ziet er cute uit. Maar het leek wel alsof deze een soort van overspray had. Want ik heb hem een paar keer gebruikt. En nu is het meer gezichtspoeder. Dus die doe ik weg. Mijn nieuwe NARS Orgasm Stick. Houden als blush stick bij de creamies. Dan mijn nieuwe Dior Blush Color and Light. En dit is eigenlijk, ik heb dan contour. En dit is echt een blush. Dus bij de creamies. Met een highlighter erbij. Mua Undress Your Skin. Heel erg mooi. Hele duidelijke dupe van Albatros. Geen probleem, want super budgetproof. Mua Bronze and Sculpt Contour Kit. Ik heb dit nog niet eens geopend. Ik ga het gelijk even doen. Oeh. Dit is wel heel erg donker, hè? Dit is voor mij veel te donker. Ik ga deze weggeven. Dit is een oogschaduw van MAC. Dan bronzer van Guerlain. Oh, veel te donker. Weg ermee. Dior. Surprise, surprise. Een nieuwe schone highlighter die ik heb bewaard. Houden. Dan heb ik hier... dit is gezichtspoeder. Moet ergens anders. Dan heb ik hier twee Dior highlighters die echt zo pretty zijn. Dit komt uit de kerstcollectie. Ik vind ze alleen zo zwaar. Dus ik kan ze nooit echt meenemen of zo. Maar zo, zo mooi. Allebei houden. En ik moet dit vaker gebruiken. God damn it. Oh ja, nog eentje. Ik heb er drie zelfs. Hier. Ja, kijk nou hoe mooi. Dit is toch waanzinnig. Alle drie beelden schoon. Ik weet niet waarom ik van twee geen hoesje heb. Echt steeds, wat gebeurt er met mijn hoesjes? Bewaren. Dan heb ik hier twee MAC producten. Waarvan ik van allebei weet dat ik ze niet wil houden eigenlijk. Dit is de Mineral Skin Finish Natural Faintly Fabulous. En dit is Skin Finish Center of Attention. En vooral bij deze. Dan vind ik bijvoorbeeld de buitenkant heel mooi. Maar die is, vind ik echt lelijk, die kleur. En bij deze, het is niet glanzend genoeg voor me. Dus ik doe ze allebei weg. We zijn bij de laatste dingetjes aangekomen. Oké, Urban Decay Aura. Dat is een hele coole highlighter. Lichtroze. Mooi houden. Bobbi Brown, deze. Dit is Buff Illuminating Face Powder. Nee, deze doe ik weg. Dior. Houden. En dan hebben we hier twee prachtige exemplaren van Guerlain. Mooie balletjes. En deze. Dit was van een kerstcollectie. Kijk nou. Dit is echt gewoon. Alleen al het hebben hiervan. Als ik er naar kijk. Ook al hoef ik het niet te gebruiken. Ik word er gelukkig van. Dus ik hou ze. We zijn er bijna. Dit zijn dus al die Dior poeders waar ik het over had. Serieus, hoeveel versies kan je hebben van een poeder? Oké, deze vind ik serieus heel mooi. Gebruik ik veel. Dus die wil ik sowieso houden, deze bronzer. Maar dan heb ik deze allemaal nog. Dit is sowieso de beste voor mij. De beste kleur. En weet je wat het is? Er komt gewoon de tan powder. Elke keer komt er een nieuwe uit van deze bij een limited edition collectie. Dus bijna hetzelfde. Ik gebruik gewoon dit hoesje. Maar dan net even wat anders. Dus ja, ik weet het niet. Deze is te donker voor me, denk ik. Deze moet ik echt weg gaan doen. Te donker, ik geef deze weg. Deze zijn zo goed als hetzelfde. Dus die heb ik echt dubbel. Die is ietsje lichter. Ik denk dat ik deze hou en die weg doe. Dus ik doe hem gewoon even hierin. En deze wil ik ook wel houden. De mooie matte, iets donkerder mat. Ja. Ik heb hier nog zo'n hoes. Past dit hierin? Yeah. Just for fun, dit zijn alle creamy producten die ik eruit heb getrokken. Het zijn er niet mega veel. Waar zal ik ze laten? Heel even samen kijken.
Nee, nee. Dit is dan foundation, concealer. Wat hebben we daarna? Dan hebben we... Eigenlijk zou dit een logisch laadje zijn met al die contour en highlighter en zo. Alleen het ligt zo vol. Het is echt een heel vol laadje. Daarna komt poeder. Dus eigenlijk moet het ergens hier. Zal ik ze bij concealers anders doen? Daar heb ik ook niet zo heel veel van. Kijk, dit is toch allemaal backup. Ja, dat is wat ik ga doen. Ik ga zo, zeg maar, de backup concealer naar achter. En dan leg ik die cream blushes hiernaast. Dit ga ik toch niet gebruiken. Want backup. Zo. En dan die daarachter. Zo. Nou, cream blushes liggen bij de concealers nu. Klopt ook qua volgorde. Oké, okay, dan gaan we nu dit allemaal even indelen. Ik maak geen grap. Ik heb serieus maar twee contour dingen. Dit zijn de enige twee producten om te contouren. Daar hoef ik toch niet een hele lading voor te hebben eigenlijk. Zal ik deze gewoon met de bronzers doen? Zal ik de hele boel gaan opschuiven? Dat ik dan... Ja, dat ik hier die travel doosjes doe. Ja! Die doe ik onderop. Ja, dat ga ik doen. Oké, alles gaat een laden omhoog. Misschien is dat ook een goede manier om nu dan dingen in te gaan delen. Dus hier is contour plus bronzer. Dit is puur contour. Nou, hebben we hier de bronzers. Dit zijn alle bronzers. Moet je kijken hoe lastig om te zien wat wat is. Je ziet het gewoon niet. Ik weet welke dit is bijvoorbeeld. Maar ik weet niet welke van de twee welke is. Dus ja, lastig, 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 lastig. Maar ik leg ze boven. Hier. Zo. Weet je wat het is met bronzers? Vaak heb ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb vaak op een bepaald moment een favoriet die ik elke dag gebruik. En het is niet dat ik elke dag echt een andere bronzer pak of zo. Zo, deze vind ik nu heel fijn bijvoorbeeld. Hier, zelfs als ik alles plat zou neerleggen, zou ik nog ruimte over hebben. Dus zowel bronzers als contour is gewoon niet mega veel. Wat ook wel logisch is. Even doen, zo hier. Zo, prima. Het past er echt perfect in. Bronzer en contour. Dan ga ik hier de blushjes in doen. Die zitten nu hier. Dat is best veel. Het is niet een hele lade vol. Ja, hoe gaan we dat doen? Het is eigenlijk warm en koel van elkaar loshouden. Dat vind ik altijd wel fijn. Maar ik heb niet zoveel warm. Eigenlijk is dit meer een soort van travel dingen. Ja, travel. Nou, ik doe al die fluwelen. Het is heel grappig, die kunnen heel makkelijk rechtop staan door dat hoesje. Die doe ik hier. En deze leg ik hier neer. Weet je wat het is met dus? Je kan het nooit mooi indelen, want al die doosjes zijn anders. Dus ik leg het zo neer, klaar. Ik baal gewoon hiervan dat ik het niet zie. Ik wou dat ik daar een systeem voor had. Als jullie tips hebben, altijd welkom. Goed, dan de highlighters. En daar heb ik volgens mij veruit het meeste van. Ja, die gaan in de lader erboven ook. Zo, de highlighters zitten hier. En dan ga ik de travel dingetjes hier doen. Wat het systeem hiervan is, weet ik nog niet. Zo, paletjes slash travel dingen zitten erin. En dat was hem. Jongens, deze hele kast. Hij is klaar. Hij is ingedeeld. We zijn hier. Nou, zo goed als. Ik denk dat bij die travel dingen nog wat dingen erbij komen. Als we daar verder zoeken. Maar de eerste kast is klaar. Eigenlijk denk ik de belangrijkste kast. Want hier zit het meeste in van wat ik echt wel gewoon altijd nodig heb voor mijn looks. En de rest wordt straks allemaal potloodjes en dat soort dingen. En oogschaduw ook. Oeh, ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat je er iets van inspiratie uit hebt gehaald. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je dit leuk vindt te zien. En ik zie jullie snel weer. Doei! Oh, en dit zijn alle producten die ik weg doe trouwens. Weg daarmee. Ik geef ze weg. Ik deel ze uit aan vrienden. En ik ben er vanaf.